Gijsteren is een schilderachtig plaatsje in het noorden van Limburg met een hechte gemeenschap. Het hoort sinds 2010 bij de gemeente Venray. Gemeente en dorpsraad hebben samengewerkt aan het stimuleren van het toerisme en de verkeersveiligheid om de leefbaarheid van het dorp te vergroten. De komgrens lag eerst wat meer richting het buitengebied en ligt nu op de plek waar echt de komgrens begint. Daarnaast hebben we een verkeersdrempel aangelegd en die verkeersdrempel die is er neergelegd vanwege de verkeersveiligheid en een stukje leefbaarheid wat we samen met de dorpsraad bepaald hebben. Doordat in Venray de kadastrale kaart over de gemeentelijke kaart geprojecteerd is, kwam de gemeente erachter dat een deel van de tuin van meneer Van der Vorst op gemeentegrond lag. En dat stukje was wel nodig om de gewenste verkeersdrempel te kunnen aanleggen. Dat was in ieder geval aanleiding om persoonlijk in gesprek te gaan met familie Van der Vorst, om te kijken hoe we dat samen uit konden komen om toch datgene te maken wat we van plan waren. In eerste instantie vond ik het niet zo leuk, maar nou het eenmaal werk is, vind ik het wel mooi afgewerkt is. De gemeente Venray heeft al in 2008 gekozen voor integrale informatievoorziening. Alle beschikbare geo-informatie in één systeem. We hebben één kaart waar alles op bijgehouden wordt, waar de kadastrale kaart overheen ligt. In die ene kaart zitten beheervlakken en alle geografische inwinningen, dus de lijnen, de punten. Op die manier hou je dus heel makkelijk overzicht. Het voordeel is ook als wij vanuit beheer een mutatie binnenkrijgen of vanuit de geografische kant wordt er iets nieuws ingewonnen, dan is dat meteen in die kaart geïntegreerd. Dus bij twijfel kunnen we gelijk vragen binnen onze eigen afdeling van wat is dit nu geworden. Op die manier hou je je kaart zeg maar up-to-date qua informatie. Als je informatie integraal gaat beheren, dan heb je daarvoor goede standaarden nodig. Geonovum is 5 jaar geleden begonnen met zulke standaarden ontwikkelen. En dat zijn dan standaarden waarmee je geografische gegevens gemakkelijk kan combineren. En in Venray hebben ze daar heel goed gebruik van gemaakt. En je ziet hier gewoon dat het integraal werken heel veel efficiëntievoordeel oplevert. Gijsteren is vrij toeristisch en we hebben hier het Pieterpad lopen en er is hier een fietsroute. En we willen graag ook nog een looproute vanaf het dorp langs de ruïne naar de Maas toe. Nou, daar kwam uiteindelijk nog heel wat bij kijken, want er waren toch wel verschillende belangen in het spel hier op deze plek. Als team gaan wij kijken van waar wil de dorpsraad het pad. Het bleek dus een stuk van het waterschap te zijn. Dus op die manier zijn we met het waterschap in contact gekomen. En bleek dat hun een dijk wilden gaan verhogen daar. Nou, toen we hoorden dat het waterschap die plannen had om de dijk te verhogen, zijn we in overleg met de dorpsraad gegaan en hebben we besloten om het wandelpad voorlopig te handhaven zoals het er nu bij ligt. Aan het begin van de wandelroute was een parkeerplaats gepland, vlak naast een sloot die ook eigendom van het waterschap was. We hebben de keurlijnen van het waterschap over onze eigen kaart heen gelegd. Toen bleek dat de parkeerplaats waar de dorpsraad die had gepland, dat die binnen de keurlijn vielen. Dus ja, dan kun je twee dingen doen. Of je start een heel circus van vergunning op bij het waterschap. Of je verplaatst de parkeerplaats wat binnen het plan. We hebben hier de parkeerplaatsen, die zouden aanvankelijk wat verder doorlopen. En die hebben we wat teruggehaald toen we wisten dat de sloot van het waterschap was. En daardoor hoefden we op deze manier geen vergunning aan te vragen. Maar het afsluiten van dit weggetje was nog het grootste probleem. Een deel van de beoogde wandelroute werd gebruikt als goederenaanvoer voor het nabijgelegen restaurant. De uitbaters vonden het geen goed idee om het af te sluiten voor verkeer, maar stemden uiteindelijk in. Het is een paaltje van niks, maar het heeft veel moeite gekost om een paaltje hier te krijgen. En uiteindelijk hebben we hier een prachtige, veilige wandelroute vanaf het dorp naar de Maas en hier langs de parkeerplaats. Van waar de mensen een mooie start kunnen maken met de wandelroute. Als er een paaltje is gezet of een parkeerplaats is aangelegd, gaan die gegevens meteen weer het systeem in, zodat de afdeling Beheer Openbare Ruimte het onderhoud op basis van de nieuwe situatie kan inplannen. De gemeente Venray heeft informatiebeheer integraal in samenhang opgepakt. Dat betekent dat we alle beleidsvelden, in ieder geval heel veel beleidsvelden, binnen het gemeentelijk werkveld meegenomen hebben. We hebben nu een integrale kaart. Dat betekent dat we nu ook veel makkelijker vragen voor burgers kunnen beantwoorden. Maar ook heel erg inzichtelijk hebben wat grondgebruik bijvoorbeeld is. Ja, je bespaart er natuurlijk enorm veel kosten mee. Want als je het integraal beheert, nou, hoef je het maar eenmalig te beheren. En heb je niet meerdere kaarten om dat te doen. Nou goed, het is eenmalige inwinning, meervoudig gebruik.